Maar we komen terug. Gegarandeerd, speciaal voor jullie, kom ik weer terug. Nou, die komt. Komt daar. Oh ja, goed zo. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer een dinsdag. 9 maart en we liggen om 9 uur 33. Ik moet altijd zo de wierenwaar opschieten. De hondjes uitlaten, want ik moet om 10:30 bij de assistenten wezen om bloed te laten prikken. Nee, geen vaccin. Nee, bloed te laten prikken vanwege mijn COPD. Moet ik iedere jaar weer. Welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel uiteraard. En ik moet nou gewoon even opschieten. Ik moet nog naar de wc, ik moet de hondjes uitlaten. En dan moet ik de booster pakken en dan moet ik ja. Maar we komen terug. Gegarandeerd, speciaal voor jullie, kom ik weer terug. Natuurlijk. Dat doen we gewoon. Maar geniet van jullie dag. Hier is het gek weer. Dan weer regen, dan weer bewolkt, dan weer zonneschijn. En dan weer alles tezamen. Ja, kan ook natuurlijk, hè. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Ik moet mijn mobiel ook mee, dus ja. Ik kan daar ook weer gaan even als ik buiten aanbeland ben en natuurlijk even filmen van ik ben er weer. Ik ben bij de dokter. Ja, of ik de dokter zie, weet ik niet hoor. Ja, misschien in de wandelgangen, maar oké. Moet kunnen toch? Dat ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, ik heb bloed laten prikken. Dat is in mijn linkerarm. Ja, het doekje zit er nog. Ik zal hem er zo weghalen. Want het bloedde nog even een beetje na, maar ik kan de pret niet drukken. Maar ik zei, doe er maar wel even wat omheen, omdat ik dus een nieuwe tuniek trui aan heb. Hoe noem je zoiets? Voor het trui zit je lang, weet je? Ja. Maar in ieder geval, het ziet er keurig netjes uit. Ja hoor, klein plekje. Nou ja, gaat wel weer weg. En anders maar niet. Ik zal meteen even weggooien. En ik heb boodschappen gedaan. Want ik had nog maar één rol toiletpapier. En die stond op de houder al in de wc. Verder was de la hier leeg. Keukenrolpapier. Nou, laatste rol in de houder. Verder is niks. Nog een keer ophalen. Maar normaal haalt bij Big Bazaar. Die is nog goedkoop mee. Maar ik kwam van de week er ook achter dat Kruidvat het ook heeft. Ik dacht, nou, dan haal ik het met Kruidvat. Want bij Big Bazaar bellen, bestellen en dan pas halen. Ja, hallo, ik ga niet op wc-papieren wat je dagelijks nodig hebt, ga ik niet op wachten. Ben me schokken. Nee, daar beginnen we niet aan. Maar in ieder geval, ik heb het allemaal weer binnen en natuurlijk een bounty, een nieuwe panty, want mijn panties raakten ook op, althans gaan kapot. En dan draag je het nog wel vooral omdat je er een lange broek eroverheen hebt, maar ja, als je eens een keer, je wilt toch ook wel heel spul aan, hè? Ja, en ik heb eindelijk weer plakband, ja, dat heb ik weer, en ik heb nog een setje verlichting gekocht op mijn rollator aan de andere kant. Ja, dan ben ik dubbel zichtbaar. Ja toch? Ja. Als dat nog niet goed is, dan weet ik het niet meer. Nee, dan weet ik het niet meer. Dus ja, komt allemaal goed? Ja, komt allemaal goed. Ik hoor wat, maar... Oh, daar. Maar ik ga nou een lekker bakje koffie doen en een broodje doen, want ik moest nuchter verschijnen, dus ik heb helemaal nog niks gehad, alleen ik maar wat water. Om mijn maagtablet in te nemen, dat heb ik daar gedaan. Ik denk, als ik dan thuis kom, dan kan ik dan aanvallen, weet je. Maar ik heb eerst de boodschappen nog even opgeruimd. Ik denk, dan hebben we dat ook weer gehad. Dus dan ga ik koffie maken, zet nog water in, voilà, knopje om. En broodje maken en daarna pas vanmiddag die bounty. Ja. En dan zal ik de plakband eventjes een rolletje eruit halen en in de houder doen. En dan komt alles wel weer goed. Ja.
Ja, en ik zou daar ook eventjes filmen. Ik ben het totaal vergeten, want er was van alles en nog wat weer aan de hand. 1, 2, ah. Hallo. Hallo. Lekker ding. Oh, lekker dingen. Ja. Zo'n lekker dingen. Maar het heeft nog steeds nou niet geregend. Ik heb nog geen regen gevoeld of gezien. Nee. Het zou gaan regenen, het zou gaan hozen, het zou gaan spoelen, maar... helemaal niks. Nee. Hé, tante Pallewappie. Ja, tante Pallewappie. Moet je allemaal ruiken? Moet jij allemaal ruiken, meisje? Hé, hey, ze zijn lief geweest. Ze krijgen zo wat lekkers. Ze krijgen zo wat lekkers, ja. Hé? Hey? Joh? Hé, hey, joepte. Maar oké, okay, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet. Ik vergeet jullie niet. Jullie vergeten hopelijk mij ook niet. Ik zou zeggen, gewoon tot straks maar weer. Doei. Zo, lieve vrienden, ik hou maar even in mijn hand in plaats van in dat apparaat, want je wilt niet weten hoe moe ik ben. Ik ben net weer even met de hondjes eruit geweest. Ik neem nog een bak koffie en dan gaat deze die nieuwtjes en altijd knappen, ja. De hondjes lekker mee, poort is al op slot, tuindeur is al op slot, dus er kan niemand meer binnenkomen. De voordeur is altijd op slot, die heb ik nooit open, mits dat er iets aan de hand is. Hé, dames? Wow, ik ga helemaal naar het plafond. Ik wou daar naartoe richten. Hé, dametje? Kiele, kiele, kiele. Kiele, 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 kiele. Hé, hopie dopie. Ik ben even buiten geweest, hè? Lekker lopen. Hier. Die ligt al. Oh. Oh. Ja, je gaat ook mee naar boven. Mijn show en nog aan toe, het wordt hier lang niet. Het is schrikbarend. Hoe groot dat ding is geworden. En dan is die nog niet ziet dat de bloemen uit zijn. Laat staan hoe die dan is. Maar hij is mooi, hij is mooi. Ja, ik vind hem prachtig. Ja, ik moet hem blijven draaien vanwege dat hij nog licht opgroeit. Dus. Maar ja, komt er allemaal goed. Ja toch? Ja, vind ik van wel. Hé? Dus ja, lieve vrienden, neem me niet kwalijk, maar ik ga lekker naar mijn bedje toe zometeen. Ik neem eerst een bakje koffie en daarna ga ik lekker even een uiltje knappen. En we zien daarna wel weer. Eten hoef ik niet te koken, want ik heb nog eten van gisteren over. Dus twee kippenvleugeltjes of wat het ook mag wezen. En dat waren van die opgerolde dingetjes. En in de pan met bakken, dan rollen ze uit elkaar. Nou ja, oké, okay. Kipfiletjes, weet ik, weet echt niet wat het is. Maar in ieder geval van een kip, ja. En wat voor onderdeel, weet ik ook niet, nee. Maar in ieder geval maakt allemaal niks niet uit. Ik ga zo meteen in ieder geval proberen een auto te knappen, want mijn ogen kan ik amper open houden, ja. Dus, en ik moet medicijnen innemen ook. Want anders gaat het niet goed komen met mij. Niet dat ik een andere hoofdpijn heb, hoor. Nee, dat heb ik niet. Mijn rug, ja, die is een keertje waardeloos bezig. Maar ja, komt ook wel weer goed. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet jullie maar lekker van je dag. Het is hier grijs, grauw en triest en de lucht is scherp. Doet zeer aan je ogen als je zo kijkt. Dan ga je automatisch al zo kijken. Zo scherp is die lucht. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Maar echt niet aan jullie. Ik ben niet boos hoor. Nee, echt niet. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet jullie maar lekker van jullie dag. En blijf altijd lachen. Doe ik ook. Probeer ik ook. Ja, laat ik het zo zeggen.
ook bij de assistenten gelachen. Dus ja, is altijd leuk. Dus ik zou zeggen, we spreken elkaar straks wel weer. Tot dan! Nou, Elwin die zit hier voor de deur. En Rijke die staat daar. Maar er is ook een kapot oud touwtje op de tegels. En daar was het struikgras mee vastgebonden. Maar daar was Rijke dan net mee aan het stoeien. Die mag er graag mee spelen, dus ja, dat laat je dan maar leggen. Maar ja, de hele tuin moet eens een keer op de schop en daar moet je ook geld voor hebben. Ook de moestuin gaat weg, want ik heb er geen verstand van. Die aardbeientoren gaat ook weg. Ik heb er geen verstand van. Ik heb geen groene vingers. Ik wil daar allemaal weer tegen. Dus ja. En daar zegt er eentje waar Rembrandt blaf. Nou, die laten we dan even binnen. Hé, hey, hallo. Mooie dame. Rijka ook naar binnen? Rijka? Rijka? Rijka, wat zit jij nou weer achteraan? Vliegjes? Kiekeboel? Kiekeboek, zie ik mijn pootjes? Zie ik mijn pootjes? Nou, die komt. Kom daar. Oh ja, goed zo. Nou, en dan hebben we hier onze meneer Gandalf. Ja. Hé, meneertje Gandalf. Ja, ja. Nou, en dan heb je mij. Ja, maar heb je mij erbij. Ja, helemaal leuk. Helemaal geweldig. Nou, ik zou zeggen toedeledokies. Hé, hey, was jij er ook weer schoonheid? Tjonge, jonge, jonge, jonge.